Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb paradijsjes, hele mooie. Witte en rode. Hiep in de pip, hoera! Hiep in de pip, hoera! Ik ben hier omdat hier een stukje grond beschikbaar komt voor mensen in de wijk. Ik speel mee bij Stut. Wij zijn gevraagd om de boelen wat op te leuken. Maar ik ben zelf ook heel erg geïnteresseerd in tuinieren. En ik vind het fantastisch dat er zo'n stuk grond vrijkomt om daar iets leuks mee te doen. Ik vind bananen lekkerder dan lekker. Waarom zijn de bananen kroon? Waar staan wij nu? Wij staan hier bij de opening van de tweede voedseltuin in de wijk Overvecht aan de Bangkokdreef. Wat houdt dat in? Dat is een tuin die gerund gaat worden door de wijk. En waar iedereen als vrijwillig aan kan deelnemen en ook de school naartoe kan komen. Om ook dat de kinderen ook leren over waar de groenten vandaan komen, wat ze ermee kunnen doen. Dit zijn een gemixte groenten die je allemaal kunt planten. En dit kan je daar in op de balkon of thuis waar jullie dit willen zetten. Ga je ze ook planten? Ja. Hoe ga je dat doen? Ik ga gewoon met mijn oma gaan op de balkon zo in plantenbak zetten. Ik kom hier te kijken wat er aan de hand is. En soms kom ik hier ook een beetje helpen om met de vruchten uit de grond te halen. Wat wordt er verwacht te gaan gebeuren hier zo? Nou, in ieder geval komen er 6 teeltvakken voor groenten. Er zal ook wel een plek komen voor kruiden en er zal een plek komen voor bloemen. Maar misschien hebben mensen ook allerlei andere ideeën. Ik heb gehoord dat mensen het leuk vinden om met elkaar te eten aan lange tafels. Ik heb gehoord dat mensen graag wat meer willen weten over tuinieren. Dus dat hier misschien ook wel workshops kunnen gaan plaatsvinden. Mensen hebben het gehad over theater in de buitenlucht. Nou, dat zou hier allemaal kunnen plaatsvinden. Dus we kunnen er vooral een mooie plek van maken waar... een mooie, duurzame plek waar we met z'n allen van kunnen genieten als Overvechters. Ruzie met hem zocht en daar zei ja. Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag. Ik heb radijsjes, hele mooie. Met dat groente kunnen wij leuke dingen mee doen, zoals koken met elkaar. En gezond met elkaar eten. Heb je dat ook geleerd hier? Ja. Hoe dan? Er waren 2 vrouwen, ze hadden aan mij uitgelegd wat we hier gaan doen en hoe. Wat is het voor jou om een moestuin hier in Overvecht te hebben? Ik vind het wel belangrijk, want kun je ook iets gaan doen. Kunnen ze ook de jongeren weghalen van de straat en beter hier laten. Kunnen ze ook even mee gaan helpen en storen ze andere mensen niet. Wat vind je het lekkerste groente? Sla. Ga je dat ook planten? Ik denk het wel. Ook hier? Ja. Groente zelf... planten, dat is gezonder. En ja, je maakt contact met andere mensen ook, vrijwilligers. Heeft ieder mij zo in de gaten. Wat betekent dat voor Overvecht? Dat betekent voor Overvecht heel veel kansen voor buurtbewoners om anderen te ontmoeten. Om op een gezellige manier ook bezig te zijn met anderen, samen te werken. We hebben een winkeltje, mensen kunnen ook als vrijwilliger in de winkel werken. En mensen kunnen natuurlijk tuinieren, hun eigen groenten verbouwen. Hoe mooi is dat? En hoe kunnen ze dat doen? Door gewoon te komen naar de voedseltuin en mee te werken. En iedereen is welkom. Wil je een werpje proeven?